In de veiligheidsregio Twente werken besturen en diensten samen op het gebied van openbare orde en veiligheid. De organisatie kent twee kerntaken. Allereerst, de burgers bewust maken van de eventuele risico's in Twente. Want een onveilige situatie kan zich altijd voordoen. Zeker ook op momenten dat je er niet op verdacht bent. Evenementen. Ben bewust op een evenement waar je tussen zit. Hou altijd ogen en oren open, niet alleen voor terreur, maar ook voor grote massa's mensen. Want die zijn op zo'n punt eigenlijk het gevaarlijkst. Nou, als veiligheidsregio, plaatselijk, weten met dat crowd management, zoals dat zo mooi heet, hoe kunnen we grote groepen mensen veilig een evenement laten bezoeken. En dat zijn allemaal van die innovatieve zaken van het afgelopen jaar en ook van de komende jaren. Hoe krijg ik de evenementen bijvoorbeeld veilig? Maar hoe kunnen jullie die Twentse burger daarbij betrekken? Door bij het bezoek van het evenement ze ook te confronteren, daar moet u naartoe, weten wat de veiligheid is. Het afgelopen jaar is deel ook bijvoorbeeld jodium verstrekt voor de kerncentrales, mocht dat gebeuren in Nederland of in Duitsland. Dat mensen voorbereid zijn voor vrouwen en kinderen die dan jodiumtabletten zouden kunnen slikken. En ja, überhaupt is het van belang, heel klein, om heel goed thuis een rookmelder te hebben, een schuimblusser en eventueel een branddeken. Maar als je het over terreuraanslagen hebt, dan kom je er niet met een brandblusser. Nee, dat is voor klein intern. En als je naar buiten gaat, is het altijd goed om bij een evenement of waar dan ook altijd ogen en oren open te houden. En geef ook aan de politie door, kan het niet? Heb ik een gevaar idee of niet? De tweede kerntaak van de veiligheidsregio is de inwoners van Twente beschermen tegen rampen, crisis en terreuraanslagen. Of lopen we in Twente geen risico? Er is geen andere terreurdreiging in Twente dan in de rest van Nederland. Ja, en als u en ik dat zouden moeten beoordelen op ons relatieve lekengedachte, dan zou je denken, ja, het gaat toch eerder in de grotere steden Amsterdam, Rotterdam plaatsvinden dan hier. En toch blijven wij daar wel op voorbereid als veiligheidsregio. Ik denk dat veel Overijsselaars dat denken. Blij dat ik niet in Amsterdam woon momenteel. Maar is dat reëel? Nou, je moet altijd blij zijn dat je niet in Amsterdam woont en in Twente. Maar het is wel zo dat je altijd alert moet zijn. En ja, het zou naïef zijn om te zeggen, hier kan het nooit gebeuren. Niet opgenomen in de kerntaken van de veiligheidsregio is de rust terugbrengen bij de burgers. En dat terwijl de aanslagen van IS en de vluchtelingenstroom naar Europa hebben gezorgd voor angst, haatzaaierij en verdeeldheid in Nederland. De Twentenaren blijven er over het algemeen vrij rustig onder. Twente is wat dat betreft ook wel weer heel reëel, ook wel weer nuchter onder de streep. Ik voorzie wel dat we aan deze situatie het zal meer gewoon worden voor ons. En we zullen ook zien dat de goede voorbeelden by far groter zijn dan de slechte uitzonderingen. Wat veiligheid het punt in 2016? Voor elke burgemeester en uiteraard voor de veiligheidsregio is veiligheid altijd een van de belangrijkste dingen. Want een veilige omgeving voor mij, voor u, voor je directe gezin, is de veilige omgeving het allerbelangrijkste voor je vrijheid en wat je kunt doen en wat je kunt laten. Dus veiligheid is voor iedereen van belang. We zitten op een zeer hoog veiligheidsniveau in de samenleving, maar de samenleving vraagt ook alsmaar meer veiligheid. Het gaat over evenementen, ook over terreurdreigingen en wil daar ook eigenlijk alles van weten. We laten het gelukkig niet meer gebeuren en we willen gewoon meer weten wat er met ons allemaal gebeurt. Dus veiligheid blijft een item waarvan de samenleving meer van ons verwacht en dat wij dus meer zullen moeten gaan bieden. Ja, veiligheid is dus een heel belangrijk item.